Maagd, welkom bij jullie reading voor de maand oktober 2024. En ik zag al in de reacties, wanneer komt de reading van het sterrenbeeld Maagd? Jullie hoeven niet bang te zijn. Als ik begin met een reeks sterrenbeeldreadings, dan komen ook alle sterrenbeelden aan bod. En dit is dus voor iedereen die Maagd in zijn zonmaan of ascendant heeft of een andere plaatsing. Crosswatchers zijn welkom. En Maagd, we gaan beginnen met een tweetal orakelkaarten. Ik begin met de helende engelen orakelkaarten. En de kaart die voor jullie naar voren is gekomen is de kaart luisteren. Nummer 4. Dus ook het cijfer 4 kan wellicht voor sommigen van jullie belangrijk zijn in die maand oktober. Of ja, je bent geboren op de 4e, noem maar op. Het cijfer 4 kan belangrijk zijn. We nemen de boodschap erbij. Maagd, het is een gave om goed te luisteren. Wanneer je naar een ander luistert, zet je jezelf op het tweede plan om er voor een ander te zijn. Wees een engel op aarde en leen je oor aan een mens die het nodig heeft om jou in vertrouwen te nemen. We worden dagelijks zo in beslag genomen dat we zelden in de stemming zijn om echt naar iemand te luisteren. Bovendien is het heel mooi om te ontdekken hoeveel vertrouwen men in je heeft. Net zoals de engelen naar ons luisteren, onze zorgen, angsten en plannen delen, zo mag jij een luisterende engel op aarde zijn. Een luisterende engel. Dus er kan iemand een beroep op je doen in de maand oktober. En ja, lees dan, bied dan een luisterend oor. Van de poorten naar het licht hebben we de kaart Akasha-chronieken, die er voor jullie naar voren kwam. Oude verhalen wissen en vorige levens loslaten en vrijheid. En die kwam ook bij een ander sterrenbeeld naar voren. En dan weet ik niet meer precies welk sterrenbeeld dat was. Maar ik ga de boodschap van de Akasha-chronieken er ook bij nemen voor jullie. En de boodschap voor jullie is de volgende. Maagd, als je deze kaart trekt, bevrijdt het universum je van ervaringen uit het verleden. Dit kunnen zielsherinneringen zijn, angsten uit vorige levens of oudere aspecten van dit huidige leven die je achter je hebt gelaten. Weet dat dit het moment is om je vrijheid op te eisen en je verhaal te herschrijven. Doe dit bijvoorbeeld door je dromen te volgen. De dagen van door angst gedreven besluiteloosheid zijn voorbij. Het moment om op te staan en je waarheid te claimen is aangebroken. Als je een bepaalde droom hebt of als je je geroepen voelt om in een bepaalde richting te bewegen, komt dat omdat je een belangrijke les van je ziel aan het licht hebt gebracht. Het is belangrijk dat je die oproep volgt om je te ontdoen van ongewenste energieën uit je verleden. Laat je daarbij niet verleiden tot het verwachten van het slechtst mogelijke resultaat. Weet dat deze verwachting niet jouw waarheid is, maar oude energie die vrijkomt uit je energielichaam. Roep engelen op om hun licht te laten schijnen over onderdrukte angsten, energieën of verhalen die je niet langer dienen. Het is tijd om in alle vrijheid hoog te vliegen. Ja, Maagd, en tijdens het voorschudden zag ik de staven 9 en ik zag de pentakels 9, tegengestelde energie. Dus ik heb het gevoel dat je in de maand oktober ja, meer tevredenheid, meer welzijn, meer voorspoed zult ervaren. Het kan ook voor sommigen van jullie betekenen dat je financiële situatie erop vooruit gaat. Je bent gefocust op jezelf, maar ik zie je in de maand oktober daar dus ook de vruchten van plukken. Terwijl je in de huidige situatie wellicht nu in de maand september nog het gevoel hebt dat alles een gevecht is, moeten volhouden, je muur omhoog hebben. En dan zie ik inderdaad meer voorspoed op je pad komen in de maand oktober. Wat we hieronder op het dek hebben, de zwaarde 7, ja, daar zet ik mijn vraagtekens bij. We weten bijna allemaal, denk ik wel, die zwaarde 7 kan staan voor liegen, bedrog, diefstal, oneerlijkheid, stiekeme energie, iemand die zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt. Maar er is in principe in de tarot een positieve kaart, dus een gouden kaart. En het staat ook voor strategie. Voor jezelf een strategie bepalen om iets makkelijker te maken of om je ergens aan te kunnen onttrekken. Eerlijkheid naar jezelf. En je kunt misschien niet altijd verwachten dat de mensen in je omgeving allemaal even eerlijk zijn. Maar dit is ook een kaart van eerlijkheid naar jezelf. Dus we gaan kijken wat er verder uit mag komen. Maagd voor de maand oktober, universum. Wat is de boodschap voor Maagd voor de maand oktober? Dankjewel. 3 kaarten alstublieft. Dankjewel.
Maagd. We hebben de kelk een aas. En die azen is allemaal kaart nummer 1. Een nieuw begin. Het kan iets zijn wat je aangereikt wordt. Het kan het gevoel zijn wat je zult ervaren. En dit is het gevoel van liefde. Emoties. Positieve emoties. Geluk. Met die aas van bekers. Het kan staan voor een nieuwe relatie. En we hebben een keizer. Ram-energie. En het kan zijn dat je zelf heel sterk een plaatsing hebt, een ram, of die energie van de leiding, de controle terugnemen, het op jouw manier doen, omarmt. Maar het kan ook iemand zijn die er op je pad komt met die aas van bekers. Een nieuwe start. En dit is Divine Masculine. Ja, dat kan iemand zijn met een eigen bedrijf. Het kan iemand zijn die in een positie van autoriteit werkt, zelfs in een baan waarbij er uniform gedragen wordt bij de marine. Bij de politie, justitie. Het kan te maken hebben met het gerecht. Het kan een advocaat zijn. Het kan een dokter zijn. Het kan een rechter zijn. Iemand die belangrijke besluiten maakt. Iemand die respect krijgt van zijn omgeving met die keizer. En iemand die de touwtjes in handen heeft. Universum. We hebben nog een kaart. Ja, dat gaat snel. De pentakel 7. En dit is eigenlijk een kaart van even stilstaan, reflecteren. Ja, wat heb ik ergens in geïnvesteerd en wat zijn mijn volgende stappen? Dit is ook echt wachten totdat er een bepaald resultaat binnenkomt. En onder op het dek hebben we boogschutterenergie met de ridder van staven. En dit is echt dat gevoel van, ja, ik ben klaar voor een nieuw avontuur, voor een nieuwe start, optimisme. Iemand die heel charismatisch is, avontuurlijk. De reizende ridder wordt dit ook wel genoemd. Iemand die zijn hart volgt, zijn passie. Dus we gaan kijken waarom deze kaarten tevoorschijn komen. Onder op het dek hebben we het oordeel. En het oordeel is ook echt een soort van bewustzijn, inzicht wat je krijgt over een besluit wat er te nemen valt. Het kan te maken hebben met een heel nieuw leven met het oordeel. Maar dit is ook vergeving voor keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Wellicht andere mensen die om vergeving vragen of een tweede kans willen. Ja, een vernieuwing van een situatie. En de Phoenix Rising, krijg ik daar altijd weer dat gevoel. Kijk, en dit is wat daaronder ligt. Dus dit zijn nare ervaringen. Iets wat je pijn heeft gedaan, verdriet, teleurstelling met de zwaarde 3. Maar dit is echt die bewustwording. De inzicht krijgen en aan de hand daarvan stappen zetten. Keuzes maken, beslissingen nemen. Waarom ligt hier de Ridder van Staven voor maagd in de maand oktober? De Ridder van Staven. Als je aan het wachten bent op een gerechtelijke uitspraak, dan zie ik dat er dus in de maand oktober goed nieuws kan komen. Iets om te vieren. En het kan zelfs betekenen dat je daar financieel op vooruit gaat. Onder die Ridder van Staven hebben we hier een Koning van Staven. Dus we hebben heel veel vuurenergie. Met de keizer, met de Koning van Staven, met de Ridder van Staven. Ram, leeuw, boogschutter. Wat mogen we nog meer ontvangen voor de Ridder van Staven? Dit kan dus iemand zijn die op je pad komt. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? Nou, de zwaarde 3 draaide weer om. Dus ik hoop niet dat het iemand is die jou al teleurgesteld heeft of pijn heeft gedaan. En het kan te maken hebben met derde partijen met die zwaarde 3. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? Dit kan iemand zijn die een tweede kans wil maakt. Die opnieuw die aas van bekers wil aanreiken. Iemand met wie er al zaadjes geplant zijn, als het ware, met die munten 7. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? De Ridder van Staven. Het kan ook een soort van player-energie zijn, omdat we die zwaarde 7 hieronder op het dek hebben. Wat staat voor oneerlijkheid? Die Ridder van Staven. Dat kan iemand zijn die zich niet kan binden. Of die in- en uit-energie, een soort van player. Ja, zijn hart volgen, zijn passie. Een hele vrije energie. Het kan ook iemand zijn die misschien wat in zijn ego zit met die keizer. Waarom ligt hier die Ridder van Staven? Kan iemand zijn die je niet helemaal vertrouwt, ook met die zwaarde 7. We hebben de pentakels 10. Het kan ook een familielid zijn. Met die pentakels 10. Een vuurteken.
Maar ik heb meer het gevoel dat dit jullie energie is in de maand oktober. Van echt ja, die controle nemen. Je eigen verantwoordelijkheid dragen en actie ondernemen. Die koning van staven is iemand die ook weer een zelfstandig ondernemer kan het zijn van beroep. Het is iemand die anderen inspireert, motiveert. En het is iemand die ja, een doel voor ogen heeft en daar actie op onderneemt. Die staven, dat vurige energie, dat is echt actie ondernemen. Go met die staven, ridder van staven. Kijk, en dan hebben we weer de kelk en aas. Ja, ik heb het gevoel dat er iemand op je pad komt. We hebben een ridder van pentakels en we hebben een koning van pentakels, tiermaag steenbok. Dus het kan één en dezelfde persoon zijn die ergens actie op wil ondernemen, maar het zijn wel twee verschillende energieën. Dus maagd, je kunt ook te maken hebben met twee personen. En het kan nodig zijn om iemand los te laten, zodat er iets nieuws binnen kan komen. En we hebben hier de stier, maagd, steenbok. Dit kan dus ook je eigen energie zijn, ook al zijn het mannelijke figuren. We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie. Heel erg stabiel, gegrond, met beide benen op de grond staan, ambitieus en op weg naar succes. Maar dit is iemand die al ja, zijn leven in balans heeft, succesvol is, financieel ja, er goed voor staat. Iemand die serieus is, betrouwbaar. Universum, waarom ligt hier die aas van bekers? Waarom ligt hier die aas van bekers? Wauw, de zonkaart. En die vloog net ook over de tafel tijdens het voorschudden. Maar ook die maan kwam naar voren. Maar dit is de mooiste kaart uit het dek. Leeuwenergie. En volgens mij kwam die in de vorige reading kwam er ook heel sterk vuurenergie bij jullie naar voren. Dus het kan zijn dat je zelf inderdaad misschien je ascendant of voor sommigen van jullie, als je een andere plaatsing hebt in maart, dat je je zon in leeuw hebt. Maar het kan ook zo zijn dat je je maan of je ascendant in een vuurteken hebt of een leeuw. Waarom ligt hier die kelk en aas? En die zonkaart, ja, staat voor optimisme, vrijheid, een nieuwe start, een nieuw begin. Waarom ligt hier die aas van bekers? Wauw, de zegenwagen. En de kelken 2, soulmate-energie. En met de zegenwagen, ja, dit is echt volle vaart vooruit en niet meer achterom kijken. En je laat wel iets achter. Ik heb het gevoel dat je dus ja, ook eerlijk naar jezelf zult zijn met die oordeel en die zwaarde 7. Ja, een soort van bewustwording. Universum, waarom ligt hier de keizer? De kelken 3. Het kan zijn dat je een uitnodiging gaat krijgen, dat je onderweg zult zijn in de auto. Dat er wat reistijd is met die zegenwagen. We hebben hier de kelken 3. Ja, samenkomen met vrienden, met familie. Ik heb ook het gevoel dat er een aankondiging gedaan kan worden in oktober. Ja, wat te maken heeft met wellicht de geboorte van een kind. Familieuitbreiding. En dat kan iemand zijn binnen de familie of binnen ja, mensen die je beschouwt als familie. Mensen die dicht bij je staan met de kelken 2, soulmate energie. Dus intieme vriendschappen. Maar er is ook iemand die je misschien uitnodigt om samen een drankje te doen of ja, iets leuks te gaan doen met de kelken 3, het glas heffen. Er is iets te vieren. Dit is een kaart van gelukkig zijn. Waarom ligt hier de keizer? Ja, het kan een ram zijn die je uitnodigt. Waarom ligt hier de keizer? Het kan zijn dat er iets van een vriendschap zich gaat ontwikkelen naar een ja, meer intiemere relatie. Waarom ligt hier de keizer? En de keizer kan ook een vaderfiguur zijn. De toren. Dus dit is plotseling. Dit is onverwachts. Een shake-up, een verrassing. Iets wat je niet ziet aankomen.
En het kan ook zo zijn dat je plotseling iemand tegen gaat komen. Of deze persoon tegen gaat komen terwijl je onderweg bent. Of terwijl je met vrienden of vriendinnen of familieleden iets leuks aan het doen bent. Of ergens bent om iets te vieren. Het kan zijn op een bruiloft. Het kan zijn een geboortefeest. Noem maar op. Plotseling hebben we dan hier die keizer. En onder op het dek hebben we de koning van pentakels weer. Stiermaagd steenbok. Met de toren hebben we schorpioenenergie. Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren? De toren vindt plaats omdat er iets niet stabiel is. Of omdat er iets moet veranderen. En als je de tekenen van het universum hebt gekregen. En je hebt daar geen gehoor aan gegeven. Dan gaat het universum ingrijpen. En zorgt voor die verandering. Dit kan ook te maken hebben met het inzicht wat je zult krijgen. Met het oordeel wat we hier hebben. Waarom ligt hier die toren? Want de toren is ook loslaten van oude overtuigingen die je niet langer meer dienen. Oude situaties, mensen die niet eerlijk zijn geweest tegenover jou. We hebben de staven 10 en dit is een energie. Ja, ik zag tijdens het voorschudden de staven 9, dus heel vermoeiend. Lasten dragen, spanningen, hoofdpijn, rugklachten. Het kan te maken hebben met je werk, heel veel uren werken of misschien meerdere banen hebben. Maar daar is balans nodig. Met deze staven 10 is er geen balans. Draag je alles alleen? Of ja, er zijn bepaalde dingen die spelen die gewoon een druk op je leggen. We hebben de krachtkaart. Dus iets heeft ook ja, kracht gekost, maar je hebt die diepe kracht. En weer leeuwenergie. Je hebt die kracht, die innerlijke power, om je door een situatie heen te slaan. En dit is ook een kaart van het temmen van je innerlijke beest, maar ook een kaart van compassie hebben. Compassie hebben voor een ander. Compassie hebben voor jezelf, lief zijn voor jezelf. En moedig zijn, durven. De ridder van staven. Ja, dus het heeft echt te maken met een vuurteken, heb ik het gevoel. Of je hebt echt zelf ergens heel sterk een plaatsing in leeuw, boogschutter of ram. Bij alle drie de sterrenbeelden komen heel sterk naar voren. Ja, ik heb het gevoel dat je ook succesvol ergens doorheen gaat slaan. En daar komt goed nieuws over binnen in oktober. Je hebt ook weer het gevoel van, yes, ik ben bevrijd van een bepaalde situatie. Ik kan weer vooruit en ik heb weer de controle. Universum, waarom ligt... Ja, kijk, een bepaalde cyclus wordt op een succesvolle manier beëindigd. En er gaat een nieuwe wereld voor je open. Er gaat een nieuw hoofdstuk beginnen. Ja, je bent weer enthousiast, gemotiveerd, gepassioneerd. Weer klaar om een nieuw avontuur aan te gaan. Maar dit kan dus ook iemand zijn die op je pad komt. Waarom ligt hier die krachtkaart? Vermaagd de krachtkaart. Waarom ligt hier de krachtkaart? De krachtkaart universum voor maagd. Vissen, energie, maar ook kreeft. Een schorpioen. En dan hebben we nogmaals schorpioen met de doodkaart. Ja, er gaat echt verandering plaatsvinden in die maand oktober. Echt ook een gevoel van bevrijding, een gevoel van weer positief naar de dingen kijken, weer zelfverzekerd zijn, weer daadkracht, vooruit gaan met die banaan, met de zegenwagen. Er gaan plotseling snelle veranderingen plaatsvinden. En dit kan komen doordat er inderdaad goed nieuws binnenkomt of door een ontmoeting. Onder de krachtkaart hebben we dus de hoge priesteres en de doodkaart. Dus transformatie.
met die doodkaart, een wederopstanding. En dan met de hoge priesteres. Ja, dit is iemand die heel intuïtief is. Iemand die de antwoorden van binnenuit krijgt. Maar het kan ook iemand staan voor iemand die nogal mysterieus is. Of mysterieus of op je overkomt. Iemand die zich emotioneel nog niet helemaal open geeft aan een ander. Zeker met die leeuwenergie. Want het is, zoals ik zei, wat terughoudendheid. Temmen van je innerlijke beest. En ik heb het gevoel dat je dat hebt moeten doen. Een bepaalde periode. Je kon niet vooruit. Of je bent nog aan het wachten tot een bepaalde situatie afgerond kan worden. Of je antwoord krijgt. Je positief nieuws krijgt. Dus je hebt je in de afgelopen periode terughoudend moeten opstellen. Je hebt je emotioneel nog niet... je emoties nog voor je moeten houden met die hoge priesteres. Want ze kan ook heel goed de dingen voor zich houden. Alles verbergen achter haar sluier. En in de maand oktober gaat er iets komen waardoor je... waardoor er een hele grote verandering plaatsvindt met die doodkaart. En je eindelijk vooruit kunt met die ridder van staven. Ja, kijk. En dan de ridder van zwaarden. De snelste ridder uit het dek. Een jager. Iemand die weet waar hij achteraan gaat. Heel daadkrachtig ook. Gefocust. We hebben de kluizenaar. Dus, en de zwaarden 4. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met iemand die zich teruggetrokken heeft. Iemand die de communicatielijnen stopgezet heeft waar geen communicatie mee is. En dat kan iemand zijn die zelf een moeilijke periode heeft meegemaakt met de staven 10. En voor deze persoon komt er een einde aan een moeilijke periode. En hij of zij hoeft zich niet langer meer terughoudend op te stellen. En er komt nieuws van deze persoon. Je krijgt een uitnodiging. Dus kijk hoe dat resoneert. Maar iemand neemt een hele snelle actie. Onderneemt een hele snelle actie. Ik zie wel veel persoonskaarten. Vuurenergie en die aardeenergie en nu dus ook luchtenergie. Dus het kunnen ook meerdere personen zijn. Ik zie ook dat je afstand gaat nemen van personen die in het verleden oneerlijk zijn geweest ten opzichte van je. Waarom ligt hier de munten 7? Maart is dus ook echt een maand van dingen loslaten. Waarom ligt hier... Of maart. Oktober. Waarom ligt hier de munten 7 voor maart? De munten 7. Pentakels 7 voor maart. Ja, dit is iets waar je op wacht. Het kan iets zijn waar je in geïnvesteerd hebt. Tijd, aandacht, energie... Moeite voor hebt gedaan. Misschien financieel ergens in geïnvesteerd hebben. Universum, waarom ligt hier de munten 7? Weer de munten 7, dus dat is een dubbele confirmatie van het universum. We hebben de kelken 9, wat te maken heeft met je geluk, emotionele balans, dankbaar zijn, je tevreden voelen. En we hebben de ridder van kelken. Schorpioen kreeft vissenenergie. Iemand kan gereflecteerd hebben, ziet je als een soort van wensvervulling. En komt met een boodschap met die ridder van kelken. Waarom liet je die ridder van kelken? Dit is wel iemand waar je dus iemand die al kent. Waarom liet je de pentakels 7? Voor anderen van jullie ben je klaar om verder te gaan en je hart weer open te stellen. Weer open te staan voor liefde. En vind je het nog wat moeilijk om uit je comfortzone te komen? Want met die kelken 9, dat kan ook een energie zijn van ik vind het eigenlijk wel prima zoals het nu is. Waarom ligt hier die ridder van kelken? Waarom ligt hier die ridder van kelken? Het zijn er te veel. Ik zie wel de duivel en de keizerin naar voren komen.
En we hebben hier de koning van kelken, wederom schorpioen, kreeft, vissen en de gerechtigheid. Dus er kan iemand zijn die balans wil brengen in een situatie, gelijkwaardigheid, gerechtigheid. Zoals ik zei, als je aan het wachten bent op een gerechtelijke uitspraak. Als jij de persoon bent die integer is geweest in een bepaalde kwestie, dan komt er positief nieuws. Ja, en dit kan te maken hebben met je financiën, conflicten. Waar nieuws over komt, er komt helende energie. Dus er komt meer balans in die situatie. Er komt een soort van compromis voor sommigen van jullie. En je hebt hier geduld voor moeten hebben. Die gerechtigheidkaart staat, kan ook staan voor bepaalde contracten. Dus voor sommigen van jullie ga je echt iets doen, word je een kans aangeboden om iets te gaan doen waarbij je onderweg zult zijn, heb ik het gevoel. Maar waarbij je ook een soort van leidinggevende functie zult krijgen of... ja, iets wat je verlost van heel hard werken en misschien heel weinig betaald krijgen. Dus voor sommigen van jullie zit er ook een nieuwe baan. En het kan zelfs zo zijn dat je iets voor jezelf gaat beginnen. Want ik zag die pentakels 9 onder op het dek. Iets waar je zelf actie op gaat ondernemen. Iets waar je passie ligt. En het kan iets zijn wat misschien een hobby van je is of wat je graag doet. En je hebt die keuze uitgesteld. Je hebt erover nagedacht, maar iets uitgesteld. En in oktober ga je de knoop doorhakken. Maar ik zie dus ook dat er iemand op je pad komt. En we hebben dus meerdere personen. En we hebben natuurlijk wel allemaal ook verschillende energieën. Waarom ligt hier die pentakels 10? En met die gerechtigheidkaart hebben we weegschaalenergie. Waarom ligt hier de pentakels 10? Nou, we hebben dus ook heel sterk vuur en schorpioen. Waarom ligt hier de pentakels 10? Tweelingenergie. We hebben de kelken 6. Ja, dit is iemand uit het verleden. En we hebben de maag hier. Oeh. Het kan dus ook iemand zijn die je lange tijd niet hebt gezien. Het kan een familielid zijn. Boogschutter. Ram of leeuw. Het kan iemand zijn die je mist, iemand die probeert te manifesteren. Maar zoals ik zei, het kan ook je eigen energie zijn, want ook die magier heeft de controle. En heeft alles in huis om datgene wat hij hoopt, waar hij naar verlangt, zijn wensen, datgene wat hij wil manifesteren, ook echt te manifesteren in de 3D-wereld. Hemel op aarde brengen. Waar je gedachten naar uitgaan, je focus naar uitgaat, dat maak je werkelijkheid eigenlijk met die magier. Dus je kunt ook het gevoel hebben dat er een soort van wonder gebeurt. Iets wat je totaal niet ziet aankomen. Het kan te maken hebben met een verzoening, met iemand met een vaderfiguur, vuurteken. En dat kan ook de aankondiging zijn die er gedaan wordt. Maar dus ook je eigen energie van de controle weer in handen hebben en het verleden achter kunnen laten. Ik zie voor sommigen van jullie ook dat er een uitnodiging komt en dat die persoon je iets gaat geven. Dus een klein cadeautje.
Een bos bloemen of iets. Gaat er komen, een maagd. Maar in ieder geval grote verandering, oude verhalen wissen, vorige levens loslaten en vrijheid. En luisteren is belangrijk. Er kan ook iemand naar je toe komen die het heel moeilijk heeft. En het ook heel moeilijk vindt om zijn gevoelens te uiten. En dat dit iemand is die plotseling je opbelt of een bericht stuurt van... ja, kunnen we even samenkomen om ergens over te praten? Iemand die jou ziet als een juiste persoon om advies aan te vragen. Dus maag, dat is wat ik voor jullie zie. En ik wens jullie een hele mooie maand toe en tot de volgende keer. Dag!